Rustig. Rustig maar, we gaan gewoon golfen. Het is rot weer buiten. En dan denk je, nu kan ik niks meer. Maar dat kan wel, want hier in Almere ligt een indoor golfcentrum. En daar kun je golfen in een virtuele wereld. Wat denk je daarvan? Aangenaam. Ja, moet ook gebeuren, hè. Worden weggeslagen en ik pas ze samen weer ophalen. Ken je met golven? Nee. Helemaal niet? Nee. Oké, okay. Dus je gaat nu vandaag leren golven? Ja. Zou je met die willen beginnen? Ja. Ja? Dikke Bertha. Ja, Dikke Bertha. Nou, een Dikke Bertha is heel erg flexibel, dus die buigt nogal. Ja. Wordt die erg moeilijk van. Ik wil eigenlijk voorstellen om gewoon eens rustig met deze te gaan slaan. Ja, ijzer 7. Oké, okay. Dus mijn maatje dus. Nou, en als je daar lekker mee slaat, ik ga Dikke Bertha ook zo meteen. Oei. Dan gaan we nu naar de putting green. Buiten hebben ze ook een oefen putting green. Normaal gesproken staat op de green 1 vlag, 1 hole, 1 bal. Aan deze kant hebben we 9 vlaggetjes, 9 holtjes. Dus dit is ideaal om te leren putten. Maar jij hebt het hier zo natuurlijk mogelijk proberen? Ja, ja. Want ik zit natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel zo, ik zit hier tegen een loods aan te kijken. Ja, we zijn een indoor golfcentrum. Dat betekent letterlijk indoor dak boven je hoofd. En dat hebben we ook echt zo gelaten. De green is kunstgras. Maar ik denk heel stiekem dat er heel veel buitengolfbanen jaloers zijn op de kwaliteit van dit kunstgras. De bal rolt letterlijk zoals buiten. Hey, maar zijn er meer van deze banen in Nederland? Er zijn wel wat meer indoor golfcentra, maar niet met een putting green. En wij vonden dat je het golfspel draait eigenlijk toch uiteindelijk om het putten. Het is eigenlijk best wel leuk nog. Ja, het is best goed ook nog. Had ik niet verwacht. Nee. Maar dit kan je natuurlijk ook wel een beetje buiten doen. En nu ben ik wel heel benieuwd naar het echte werk. Het echte werk is? Simulator. Een simulator simuleert dus de golfbaan. Dus wat we zo meteen gaan doen, tenminste dat wil ik aan je vragen. Om alles wat je net geleerd hebt op de driving range en op de putting green, ja, om dat hier te gaan doen. Hier speel je dus letterlijk 18 holes. Je gaat golven. Je speelt dus letterlijk een balletje tegen dat scherm, hè? Ja. Nou, het scherm dient voor projectie. Dus je ziet al de golfbaan geprojecteerd. Het middengedeelte zit in de vloer. Dus we staan eigenlijk allemaal op sensoren. Dus als we zo meteen een balletje spelen en we gebruiken de golfclub, registreert eigenlijk de vloer wat je allemaal doet. Dan zitten hier sensoren. Dus deze twee, dat zijn sensoren. Ja. Dan zit hier een groep sensoren. En als we zo meteen weer gaan kijken, dan zit daar in het verlengde van de bal zit ook een groep sensoren. Dus we hebben eigenlijk drie stukken sensoren in de vloer. En wat meten die precies? Die meten precies, en dat is wel het perfecte aan een golfsimulator. Die meten letterlijk wat je met de golfclub doet. Boven ons hangen twee lichtbundels. Dus hij vangt licht op. En jouw club veroorzaakt schaduw. Dus als je door de sensoren heen komt, veroorzaak je schaduw. En daardoor kan hij dus. Ja, dat is zo gaaf. En je leert er veel van, want je ziet dus letterlijk daar zo meteen hoe je geslagen hebt. Wat hoor ik nu nou? Vogels. Vogels? Ja, we doen af en toe toch stiekem alsof we buiten zijn. Dus we laten letterlijk in de computer wat vogels meezingen. Ja, voel je toch een beetje buiten, toch? Maar is het niet een beetje een uit de hand gelopen wie eigenlijk? Natuurlijk zijn het allebei computers. Ja. Punt 1. En natuurlijk hebben ze allebei een golfbaan virtueel. Dus daarin raken we elkaar wel. Maar met de wie, ik heb het nooit gedaan, maar ik heb me laten vertellen dat je met je afstandsbediening staat. Hier zijn natuurlijk wel met golfclubs, met golfballen. Het gaat hier om dat je hier leert golven. En je hebt net geslagen. En je hebt gezien dat het scherm laat zien hoe je geslagen hebt. En de wie is letterlijk een spelletje. Nou mag je dit van mij ook zien als een spelletje. Golf is ook een spelletje, maar het is wel serieus golven. Ja, een mooie slag. Maar ik kan dus zo hard slaan als ik wil tegen het doel. Absoluut. Nou, jij slaat nu ongeveer 35 meter. We hebben hier mannen die 200 km per uur slaan. Dus dat doek is alleen maar ter projectie en het opvangen van je bal. Je hebt het eigenlijk, als je wil leren golven, kun je het dus gewoon super gebruiken als extra leermiddel. Dus zo moet je het zien. En als je dan zegt van ja, dus het overtreft buiten. Ja, want buiten zie je het niet. Buiten zie je niet wat je met je clubhoofd doet op de bal. Maar overtreffen gaat ver. Ik zie het als aanvulling. Echt als leerinstrument waarmee je buiten nog beter leert golven. Ah, het is wel gaaf. Het is wel gaaf.
Prachtige birdie. Excellent. Nu een stapje doen.